Founder Fuel is een bedrijf wat in Nederland een netwerk aan zero-emissie energiestations gaat realiseren. Vandaag is het officiële startsein gegeven met de commissaris van de Koning en de wethouder van Amersfoort. De tijd is voorbij met die fossiele brandstoffen. Ondernemers uit Amersfoort die hebben gezegd, wij gaan dit doen. Waterstof tanken heeft nog een zetje nodig. Met de realisatie van Fountain Fuel hier in Amersfoort krijgt waterstof dat zetje. We should not speak of hydrogen as the fuel of the future. We should speak of hydrogen as the fuel that is here today. You can see it with the cars out there, the bus out there. You can see it with the stations that are out there, the stations that are going to be built. It's here today. We hebben zeker belang dat onze auto's ook kunnen tanken. En met Fountain Fuel en dit nieuwe station erbij kunnen wij meters maken samen. Dit is ons eerste station en dat is echt een enorme mijlpaal. Maar daar blijft het zeker niet bij. De volgende is Rotterdam. Nijmegen staat al in de planning. Onze ambitie is om via 3 stations naar 11 stations naar 50 stations te gaan richting 2030. En dat willen we eigenlijk helemaal niet alleen doen. We willen dat er allerlei partijen een karretje aanhaken. Overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen samen aan de slag om iets te realiseren op het gebied van waterstof, energie, tankstations van de toekomst. Wij weten in de transportlogistieke sector al lang dat we met elektrisch lang niet alles gaan kunnen. En dan zullen we waterstof echt bikkelhard nodig hebben met elkaar. 2025, 11 erbij. En dat is de reden voor Stellantis om in Nederland op te starten met waterstof. Kijk wat er staat, jongens. We gaan het echt doen. Dit is wat we gewoon gaan doen. Klaar. Dankjewel.